Hele goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb even net een koffietje gehaald bij de tank. En ik werd net echt zo misselijk. Het is best wel vroeg, zeg maar. Ik heb zo'n afspraak in Utrecht. Maar ik zag daar dus twee meisjes die nu friet aan het bestellen waren. Ik werd echt zo misselijk. Hoe kan je zo vroeg friet eten? En ik ga dus zo vertrekken naar Utrecht. Ik heb daar een meeting. En die meeting gaat dus over mijn meet and greet binnenkort. Ik heb er echt zo onwijs veel zin in. Ik vind het echt heel erg spannend. Ik heb het nog nooit gedaan. En ik heb zo ook mijn sociale angsten, zeg maar. Maar ik ga het toch doen. Ik heb besloten om het toch te doen. En mijn meet and greet vindt plaats op het Ladies Only Festival in Utrecht. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik ga dus zo naar Utrecht rijden. En dat gaan we dan een beetje bespreken. En ik krijg daar even een rondleiding. En dan horen jullie waarschijnlijk straks meer informatie hierover. Ik ga nu even genieten van mijn koffie. En even mijn navigatie instellen. Ik heb dus trouwens mijn blazer aan. Van boer.com. Die kan je nog bestellen. Die hoort eigenlijk bij een pak. Maar die is los ook verkrijgbaar. En die heeft een beetje van die gouden details. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Het is echt een heel fijne blazer. Als je deze vlog ziet, kan je deze blazer nog bestellen met mijn kortingscode Miriam. Ik merk gewoon dat ik dit jaar zeg maar echt heel veel dingen doe die ik normaal gesproken nooit zou doen. Nooit zou willen doen, nooit zou durven doen gewoon. Maar ja, ik doe gewoon heel veel nieuwe dingen. Maar ik denk dat het vooral komt omdat ik me gewoon, ja, gewoon super goed voel op het moment. Ik zit gewoon heel erg lekker in mijn vel. En dan, ja, dan doe je dit soort dingen gewoon wat sneller, denk ik. Ik ben in Utrecht. Even muziek uit. Ik ben over 10 minuten. Maar kijk wat er is gebeurd. What the fuck? Hij is niet eens omgekiept of zo. Beker is denk ik gewoon kapot gegaan. Shit, man. Ik heb het wc-papier gevonden. Ik ga even alles schoonmaken nu. Ik heb lopen schoonmaken. En nu ruik ik gewoon helemaal naar koffie. Wow. Jongens, ik ben aangekomen. Ik ken het hier echt totaal niet. Dus ik ben gewoon nu aan het lopen. Ik hoef gelukkig nog maar 73 meter. Nou, jongens, dit is de locatie als het goed is. Tivoli Vredenburg. Jongens, ik ben nu bij Tivoli Vredenburg. Ik kom even niet uit. Dit is een klein zaaltje, maar dit is eigenlijk het zaaltje nog niet. Het zaaltje heet Cloud9. Ik heb het net al een beetje gezien stiekem. Maar het ziet er echt super cute uit. Niet normaal. Ik ga zo dus hier een paar meiden ontmoeten. En die gaan jullie eigenlijk vertellen wat er op het event precies gaat plaatsvinden. Want het zijn ook eigenlijk dezelfde meiden die het een beetje hebben georganiseerd. Jongens, dit zijn de meiden. Nou, ik ben Hajar en samen met mijn vriendin Jasmine ga ik ervoor zorgen op de dag dat meiden worden opgemaakt. En ik ben Marwa en ik regel de fotoboot en de meet and greet. Ja. Nou, ik ben Warda en ik regel de stands, dus die worden hier allemaal gelegd. Make-up, dat soort dingen gaat zij dus eigenlijk allemaal regelen. Ja. En, ja, en ik ga haar helpen met, ja, met de fotoboot. Eigenlijk staan hun twee dan met het event bij mij, bij de meet and greet, want ik ga waarschijnlijk bij de fotoboot staan, ja, toch? Ja. Ja, en daar kun je dus eigenlijk allemaal foto's met mij maken. Het Olde Festival vindt plaats op 30 juni en de kaartverkoop is al begonnen. Dus haal snel jullie kaartje. Wat moest ik ook alweer zeggen? Oh. Deze Olde Festival vindt plaats op 30 juni. De kaartverkoop is al begonnen, dus haal snel jullie kaartje. En alle dames zijn welkom, wees erbij. Yes! Tot snel! Jongens, dit is de zaal. De zaal heet Cloud9. Dit is het podium. Je hebt daarboven nog allemaal plekken. Het ziet er echt super cute uit. Hier heb je nu nog een bar, maar die komt nu nog afgeschermd. En hier krijg je nog allemaal snacks. Echt super leuk. Ik zweer, ik snap helemaal niks van die parking bij Hoog Catharijnen. Zo mega groot. Waar moet ik nou heen rijden? Oh. Catharijnen is echt zo fucking mooi geworden. Ik ken het van vroeger, maar ze hebben nu echt zoveel etentjes. Niet normaal. Ik kwam zo Hoog Catharijnen in. En kwam ik echt op zijn pleintje met alleen maar eten. En ik zag meteen een Libanees restaurant. Dat zag er echt zo goed uit. Niet normaal. Wat ik heb gevonden in mijn auto. Ik ga het hier nog even verder schoonmaken. Ik heb dus net mijn afspraak gehad. Ik heb een beetje een rondleiding gehad van waar het allemaal gaat plaatsvinden. Ik heb allemaal meiden ontmoet. Super leuke meiden die met heel leuke dingen bezig zijn. Vind ik ook echt leuk om te zien. Maar ja, nog even over het event. Het is het Ladies Only Festival. Vindt plaats op 30 juni. Je kan nu de kaartjes kopen. Staat hieronder in mijn vlog. En dan kan je mij in principe meten. Er zijn ook andere artiesten aanwezig. Zoals Medina komt optreden als het goed is. DJ Mimi is aanwezig. En nog veel andere artiesten. Het wordt echt
echt super gezellig. En het is de bedoeling dat alleen maar meiden komen. Dus echt meiden met hun moeders. In principe zijn alle vrouwen aanwezig. Maakt niet uit welke leeftijd. Maar geen mannen. Dus Nessim kan niet mee met mij. Dat vond ik wel zo jammer. Want ik denk van, het is een meet and greet. En het is ook mijn eerste en zo. Ik vind het eigenlijk best wel spannend en zo. En ik had Nessim heel graag meegenomen. En hij wou eigenlijk ook wel mee. Maar het is een Ladies Only Festival. Dus Nessim kan niet mee. Dus ja, dat een beetje in het kort. Ik hoop jullie ook allemaal te zien daar. Ik hoop echt heel veel van mijn volgers daar te zien. En ik kijk er echt naar uit. Nog een maandje. Super lekker. Maar je kan dus tegenwoordig verse munthee halen bij de tank. En dat heb ik even gehaald. Alleen ik ben bang dat hij weer om gaat kiepen. Dus ik ga hem heel stevig vasthouden. Zo, ik ben thuis. Ik moet straks echt weer nodig vaat doen. Ik heb even snel gedoucht toen ik thuis kwam. En ik ga nu even editen. Want ik wil heel graag dat vandaag ook weer een vlog online komen. Ik ben net zo lekker bezig met editen de laatste tijd. En ik heb trouwens nog steeds mijn munthee. Hij was echt zo warm toen ik hem kreeg. Dat ik hem amper kon drinken gewoon. En hij is tot nu toe ook gewoon warm. Echt heel apart. Dus ik ga lekker deze opdrinken tijdens het editen. Hi, Gira. Zoek je mij een keer op? Dat komt niet vaak voor. Ja. Haar wondje is wel goed genezen trouwens. Kan ik laten zien? Jouw wondje? Je hebt wel een kaatplekje nu, maar dat komt wel goed. Leuk, hè? Oh mijn god, jongens. Dit is zo cool. Boehoe, dat kan. Naar beneden scrollen. En kijk dit. Oh my god. Ik ben echt zo blij hiermee. Echt, ik heb nu echt even een trots momentje. Dit maakt me echt zo happy. Oh my god. Oh, love it. Echt. Dit is echt zo raar. Ik kan het echt niet beseffen. Misschien voor heel veel mensen is het iets heel kleins. Maar ik vind het echt zo cool. Gewoon met mijn mini lengte gewoon zo op een webshop. I love it. Ik heb net even omgekleed naar het editen. Oh, Nessim is thuis. Nessim is net thuis, maar hij is boos op mij. Ik kwam al heel boos binnen. Waarom ben je boos? Boos op jou. Waarom ben je boos op mij? Ga eens even iets bukken. Ja. Ik kan hier op het ene staan. Ja? Ik ben boos. Ja? Omdat vanochtend sliep ik en jij ging het huis uit zonder mij een kus te geven. Dus jij bent boos omdat ik jou geen kus heb gegeven voordat ik wegging? Dat klopt. Want het is onze traditie. Je hebt onze traditie verbroken. Oké, je hebt wel een beetje gelijk. Ja? Ik geef jou altijd een kus voor ik wegga, als je slaapt of niet. Ja, oké, klopt. En ik dacht opeens, hè, is ze nou weg? Zonder jou een kus te geven. Kus dan. Nessim, vandaag is er een vlog online gekomen waarin ik jou belachelijk maak dat jij Will Smith een DM stuurde. Oh. En iemand zei tegen mij van, ja, je ziet dat Nessim het stiekem niet leuk vindt, maar Nessim is te lief om daar wat van te zeggen. Ja, precies. Ik schaam mij wel. Ik wil wel even dat je zegt dat je wel even een sterke persoonlijkheid hebt. Dat je niet... Tuurlijk, ben je een bitch. Ja, maar mensen doen alsof je zo heel erg lief bent dat ik je alles kan maken. Nee. Maar ik hou daar niet van als mensen dat denken van hem. Gaffer, het is gewoon zijn lelijke imago. Want nee. Jawel. Jij komt altijd ermee weg. Mensen denken altijd dat ik zeg maar de bitch ben. En hij is zeg maar zogenaamd helemaal lief en zo. Je doet me wel van luister, pijn. Jongens. Je doet me pijn. Nee. Rot op, jongens. Hij is gewoon een ram, hoor. Hij is totaal niet te lief. In ieder geval, ik heb me net omgekleed. Ik heb even die truitje aangedaan die eigenlijk bij de jogging hoort. Zo'n setje, maar ik had geen zin in het setje, want de broek is me toch wel een beetje wijd. Ik heb gewoon een spijkerbroek onder gedaan en ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik ga zo even Honey ophalen van Rotterdam West, want wij gaan boodschappen doen. Oh. En daarna gaan we... Ja. Nee joh! We gaan kip saté maken met rijst en kroepen waarschijnlijk. Dus ik ga honger ophalen. Ik ga heel lekker eten vandaag. Ja, we gaan lekker laat ook koken zodat Nessie gewoon wat iftar kan mee eten. Maar dat wil ik dus eigenlijk zeggen, want je was nog niet thuis. Maar ik ga nu naar Hon. Nou, high five. Ik ben echt moe. Oh mijn god jongens, wat een lekker weer. Normaal. Ik heb even snel getankt, want het was zwaar nodig. En het weer is echt niet normaal lekker. Kijk hoe ik erbij loop. En ik vind het gewoon heerlijk. Maar het probleem is met dit soort weer dat ik gelijk zin heb in een ijsje. Maar ik moet mezelf echt gewoon tegenhouden. Want ik wil echt weer 100% ervoor gaan. En het gaat tot nu toe goed. Ik heb er 4-5 dagen op zitten. En het gaat eigenlijk super goed weer. Dus ik ga geen ijsje halen.
In de auto met Hon achter, want hiernaast komt Marsha te zitten, want hij is de koning. Nee, haar zoontje is heel lang, dus die wil nooit achter zitten. Oh, daar komt hij hoor. Wij gaan even boodschappen doen bij de Jumbo. Want we hebben natuurlijk een paar dingen nodig voor het dus van Hon. Wij gaan dus kipsaté maken. En heb je alle kruiden mee? Niet alles. Ik wil een ketchup halen en gember. Oké, we moeten dat niet vergeten. En dan gaan we straks een kookvideo opnemen. Hoi Marcel. Hoi. Zo, wij zijn nu thuis. We gaan zo beginnen met de kookvideo. Maar eerst wil ik zeggen dat mijn collectie met Boohoo nu online staat. En ik ben er echt super, super, super blij mee. Ik heb eigenlijk een mini collectie met Boohoo.com. En daar zitten al mijn favoriete kledingstukken tussen. Dus je kunt nu nog shoppen met kortingscode Miriam. En dan krijg je 20% korting op alles. Inclusief sale, alles. Dus shops allemaal. Jongens, wij zijn al begonnen met onze kookvideo. Dit is de kip die gemarineerd is. Heerlijk. Ik ben een rijst aan het maken. En we gaan zo de kroep ook hierin frituren. Het wordt een heerlijke maaltijd. Ook voor Nessim. Het is nu trouwens 9:15. Dus over een uurtje mag hij eten met ons. Jongens, kookvideo zit erop. Iedereen is aan het eten. Alles is op. Dat was heerlijk. Mannen zijn aan het gamen. Wat voor cijfer geef je het avondeten vandaag? 10. En Marcel? 8,5. Oké. Hij is kritisch hoor. Echt hè? Op zijn eigen moeder. Zo, we hebben van die mini appelflappen gehaald. Ik vind deze echt zo cute eruit zien. Lijkt op kokoskoekjes of zo. Maar het zijn gewoon appelflappen. Ik vind ze veel leuker om te serveren zo. Het ziet er toch veel leuker uit om te serveren dan de normale appelflappen. Die zijn echt zo mega groot. Nou jongens. Nee. Ik ben allemaal een beetje op zoek naar Dinar, want Lira is gewoon daar aan het chillen. En kijk één keer waar Dinar is. Dinar, iedereen zocht jou! Undercover cat. Als het niet erg genoeg was, dat we zoveel hebben gevreten vandaag, gevreten. Hoe noem je het? Hoe zeg je het eigenlijk? Gewoon, we zijn dikzakken. Zijn we nou bij een heel leuke locatie, jongens. En dit allemaal wel door hem. Want hij wil heel graag een ijsje. Ja, wat ga jij nemen, Hon? Ik neem een ijsje, denk ik. Ja. Het is al echt vet laat. En ik ben net vertrokken vanuit Honi naar huis. En toen dacht ik van, oh, ik heb nog make-up doekjes in mijn auto. Namelijk deze. Wat ik nu ga doen, is gewoon mijn gezicht al reinigen in de auto. Zo, ik ben net thuis. Even mijn pyjama aangedaan, mijn nachtjurkje. En even mijn gezicht insmeren. Tanden poetsen en dan gelijk naar bed. Dus ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!